Ja, je moet altijd eventjes wachten voordat de opname begint. Dus ik hoop dat ik nu binnen ben. En dan gaan we nu dus weer een uitzending doen met professor Dr. Marco Robbenzon. En ik hoop dat jullie allemaal goed kunnen horen. Ja, toch. Ja, maar je neemt iets te vroeg op, Marco. Toch iets te vroeg. Ja, ik heb een ingelast nieuwsitem. Maar ik neem op voordat jij neerlegt. Ja, precies, ja. Is dat te vroeg? Ja, het is alleen dat. Ja, dat maakt niet uit. Nee, ik moet toch even zeggen dat ik deze etappe even wil uitkijken. Want er zit een Tom Moulin aan kop. Oh. En die hoeft nog maar 10 minuten ja. op te rijden en dan wint hij de etappe. Ja. Wat maakt dat nou uit? Er wint toch iemand de Tour de France? Ja, nee, maar en het regent daar. Het regent in Frankrijk? In de Pyreneeën. Fokker die fok. Maar daar was het toch altijd mooi weer? Ja, maar hier hebben we nou mooi weer, maar daar regent het. Ja, je mag niet racistisch zijn, hè, maar soms heb ik medelijden met al die kleurlingen. Als ze hier in Europa wonen, wel. Oké. Okay. Daar kan ik iets mee. Daar kan ik wel wat mee, ja. Dus de kleurlingen moeten in principe iets zuidelijker gaan wonen of zo. Er was nog een Ethiopiër die nog een belangrijke rol speelde in deze etappe. Een Ethiopiër? Als wie gaan in de Tour de France. Man. Dat is toch gekke werk, of niet? Ja, precies. Maar aan de andere kant, in Afrika, daar kan je geen Tour de France gaan rijden. Oh nee, dan kan je natuurlijk wel, je kan wel van Kenia naar Somalië gaan fietsen, maar niemand komt naar je kijken. Jawel, maar dan noem je het niet de Tour de France, dan noem je het een Tour d'Afrique. Tour d'Afrique, ja. Kenia of de Tour de Congo. Maar ja, daar hebben ze de wegen nog niet om naar te fietsen natuurlijk. Dat is een ander ding, ja. Oké, we zullen beginnen bij het eerste ding, om dat vaart erin te houden. Want jij wou hem in tweeën splitsen, maar ik wil het gewoon allemaal in één keer afrachten. Nou, dan moet je me eerst even bellen. Of Skype. Oh ja, de Skype moet ik hebben, ja. Oké, mensen, nee, niet ophangen, Marco, want we hebben nou een goede verbinding. Je verstaat me toch goed? Ja. Oké, ja, precies, dan hou dit zo. Dan ga ik nou Skype opstarten. Ja. Even voor de luisteraars, als ik Skype doe, dan kan Marco meekijken. Ja. Oké, ik heb Skype gelaunched. Ja. En ik zie jou. Kijk, Claudia, Dirk, Els. Man, die zit helemaal bij de M of zo. Zal ik jou anders bellen? Ja, hij mag je ook doen. Ja, probeer het maar. Ja, ik heb je gevonden. Ik ga je nou bellen. Ik heb jou net gebeld. Oh. En it viel. Jij bent offline. Probeer het nog een keer. Ja. Wacht eventjes. Nee, ik heb een probleem. Ik zie het hier. Ja, ik ben terug. En ik hoop dat de luisteraars nog steeds. Oké, ga jij maar nou bellen dan? Ik hoor geen. Ja, ik hoor je. Komt geweldig binnen. De audio zet ik even uit. En dan gaan we nu schermdelen doen. Je komt binnen met echo. Ja, maar ik heb mijn geluid uitgezet. Ik heb nu mijn geluid ook uitgezet. Dus we hebben geen feedback meer.
Oké, okay, nu moet jij mij kunnen zien. Bijna. Ik even start klikken, ja. Nu moet je mij kunnen zien. Oké, nu zie ik je op beeldscherm. Ja. Ja, mooi zo. Dus ik hoop dat de luisteraars nog steeds geïnteresseerd zijn. En dan start ik mijn eerste ding op. En het gaat over duizenden meisjes. Ja. Maar dat idee alleen al, hè, duizenden meisjes. Daar word ik dus helemaal duizelig van. Hè. Weet je, er zijn dus mensen die wat hebben tegen vaccinatie. Ja. Dan zou je... hoe heet dat? Geen Alzheimer, geen atheïsme, maar... Wat zou je daar nou van worden? Van vaccineren? Ja, dan zou je een bepaalde aandoening kunnen krijgen. Wat vond jij van jouw vaccinaties eigenlijk? Ben je daar achteraf tevreden over? Iemand of niemand? Wie is er tevreden over zijn vaccinaties? Baarmoederhalskanker, dat wil niemand. Ja, maar waar gaat het over? Ik ga even voor de luisteraars dan even voorlezen. Ik zou je zeggen dat Tom Moulin heeft in ieder geval de etappe gewonnen. Oké. Ga jij maar lekker Tour de France kijken? Nee, dat kan ik nou mee stoppen. Oké. Maar dan kan ik het nu gaan voorlezen. Toen Caron Rials... haar 13-jarige dochter Emily liet vaccineren tegen baarmoederhalskanker, dacht ze dat het de beste manier was om de gezondheid van haar dochter Emily te beschermen. De afgelopen 4 jaar zijn echter een hel geweest voor het gezin. 2 weken na het de eerste HPV-injectie begon Emily duizelig en misselijk te worden. De symptomen werden na de tweede en de derde en tweede, na de tweede en de derde, wat een shit Nederlands is dit, inenting steeds erger. Emily, dat is dus dat dochtertje van 13 jaar, die werd een aantal keren opgenomen met borstpijn, buikpijn en ademhalingsproblemen. Als je dan pijn in de tieten, krijg je pijn in je tieten van de HPV? Dat zou wel kunnen, Marco. Wacht even. In het begin was ze 13 jaar. En nu is ze ineens 17 jaar. Ja, want na 17 jaar. Inmiddels 17-jarige Emily. En wat dacht jij? Dat je daar eventjes ziek van wordt. Weet je wat we kunnen doen, Marco? Dan Gilbert, hè? Van Café de Wachten. En die vragen we gewoon om een mix te maken van alles wat op de vloer ligt van Café de Wacht. Plus het bierslijm. En dat doen we dan... Marco, wat leuk, hè? En daar laten we ons mee injecteren. Intraveneus. Geen gezeik, iedereen rijk. Rotzooi in je lichaam stoppen en kijken of je het overleeft. Want daar word je hard van, Marco. Ja, dat klopt. Jij bent nooit geïnjecteerd met het vuil van Café de Wacht. Ja, daarom ben je ook zo'n slappe Pimolino, snap je? Nee, je snapt het niet. Ik inhaleer het al. Daardoor ben ik zo sterk. Ja. Jij ligt gewoon het bierschuim. Nee. Ik bedoel, voor die dingen waar het hier om gaat, het hoeft ook niet altijd intravaginaal te gebeuren. Nee. Het kan buitenvaginaal gebeuren. Ja. Hè? Ja. En natuurlijk, als je een. Ik ben ook wel eens ziek geweest van een DKTP-prik, weet je wel? Dat moet je ook helemaal niet doen. Mijn fucking dochter, die heeft die DKTP gehad, hè?
En weet je wat ze laatst had, volgens de huisarts? Kinkhoest. Dan zei ze gewoon, pap, ik heb kinkhoest. En dan zei ik, waarom heb ik dat vaccin betaald? En mijn dochter komt naar me toe, pap, ik heb kinkhoest. Ja, dat kan toch niet? Ja, dat is gewoon, dat was een verkut vaccin, man. Ja, het zal mij zo. Ja, weet ik veel. Maar dat vak. Ja, pokken. Hou ermee op. Er is helemaal niks aan de hand, man. Ik ga nog even een laatste stukje voorlezen en gaan we doorrezen naar het volgende onderwerp. Het gezin Rials heeft samen met 80 andere Britse families besloten actie te ondernemen. Ze hebben een groep opgericht om meisjes die na het HPV-vaccin bijwerkingen hebben gekregen, samen te brengen. De Association for HPV Vaccine Injured Daughters. De AHVID. Maar die heette toch vroeger de AVID of zo? Ja, nou, de. Weet je, het klinkt bijna weer als zo'n. Dat je autisme zou kunnen krijgen van vaccinatie. Ja, vind je dat onlogisch? Het is niet bewezen. Vind je dat onlogisch? Je ontwijkt de vraag. Natuurlijk, sommige mensen, en vooral mensen die, ik word er een beetje boos op, priesters en dergelijke, zeggen die vaccinatie, dat is tegen Gods plan. Dat lijkt me nogal wieders. Ik begrijp dat ik nu tegen jou als atheïst een beetje tegen je schenen aanschop. Maar natuurlijk heb jij hebt nooit een vaccinatie nodig gehad, lul. Het enige wat jij nodig had, dat was de leffen dubbel. Ik heb alle vaccinaties gehad die in de jaren 60, 70 en 80 tegen mensen, ook bij mensen hebben ingebracht. Dus hoezo zeg je dat ik nooit een vaccinatie heb nodig? Nee, je maakt me niet intraveneus. Niet van, jij hebt niet dat vervelende moeten hebben gehad wat mijn dochter heeft moeten krijgen. Zo'n geelzucht. En dan gaan ze gewoon echt een naald in de arm. En dan moest ik dan ook nog gewoon bij zitten. En weet je wat leuk was, Marco? Het kostte maar €70. In mijn arm ging, maar ik moest wel janken. Ja. Maar ik bedoel, dat maakt op zich ook verder niet uit. Ja. Maar ik bedoel, het idee dat vaccinatie is toch geen vaccinatie, is een bullshit. Maar goed. Precies. In de middeleeuwen ging iedereen dood. Ja, volgende onderwerp. Kijk, en dit gaat weer over de gemeente. En het gaat over de gemeente Amsterdam. En er schijnt dus terreur te zijn in het noorden van die gemeente. En dat betreft een buurt en die heet Bannebuiksloot. En daar heb ik dus, toen ik 16 was, toen ik op de HAVO zat, moeten logeren tegen mijn zin. Oh. Ja, alleen maar toevalligheid, hè? Bannebuiksloot. Ja, gemeente doet niets tegen terreur in Amsterdam-Noord en wel hierom. U had ook in de hedonistische toerisme Rioolput Disneyland Amsterdam Centrum kunnen wonen. Is de post online, weet je wel? Nee, weet je waar het mij een beetje aan doet denken? Is namelijk, mijn naam is Cor van der Laak. Ja. En wel hierom. Ja. Dat doet dit mij een beetje aan denken. Oké, sorry bewoners van Bannebuiksloot, die nu al maanden, jaren, worden geterroriseerd door, tussen aanhalingstekens, jongeren. Van bullcrap, man. En betaal ik hiervoor? Wat is een hedonistische toerisme rioolput? Disneyland. Slaat er meteen hard op. En daarna ook nog eens een keertje Amsterdam Centrum. Ja, en Disneyland. Dat is Disneyland. Ja. Is een bron van
Ik vertrouw. Er zijn mensen die zeggen dat Walt Disney. Dat was een echte blanke. Dus een van de beste van onze ras. Die? Ja, die heb ik gewoon naar geluisterd. En daar luister ik ook gewoon naar. En ik wil het ook wel geloven. Maar Disneyland, ik vind het helemaal. Helemaal niks. Ja, Disneyland is net als Israël, hè? Hm? Bedoel, het is eigenlijk een land. Wat niet bestaat. Hm? Waarvan de bewoners niet echt de etnische afkomst hebben waar ze vandaan horen te komen. Mm-hmm. Dus ja, Mickey Mouse en een Jood, dat zijn voor mij hetzelfde. Ja, maar ik wil wel eventjes voor onze luisteraars, hè, want er zijn ook fans van ons. Ja, en die zijn besneden. Die zijn gewoon besneden. En je gaat mij niet wijsmaken, Marco, dat als jij als... Letterlijk en figuurlijk is dat gewoon lullig. Dat ja. Zijn besneden. Ja. Kunnen ze niks aan doen. En we hebben ouders voor gezorgd. Hmm. Dankjewel, ouder. Ja, wat fijn zeg. Nou, ik had zo'n last van mijn voorhuid als baby al. Ik kwam de kut van mijn moeder uitgekropen. Dat was op zich al een heel gedoe. En toen had ik ook nog een voorhuid, maar gelukkig hebben mijn ouders die voorhuid verwijderd. Ja, ze hielden echt van mij. Nee, maar dat komt omdat ik als Joodse man ben geboren en als jeuk had dan mijn snikkel. Ja. En toen hebben ze die voorhuid weggehaald. En toen kon ik er ook nooit meer krabben. Nee, precies. Wat ik zo zielig vind voor die mensen die besneden zijn. We dwalen af, hè. Maar als het koud is, ja, ik kan mijn voorhuid heen en weer schuiven. Ja. Dus als het koud is, dan schuif ik mijn voorhuid naar voren. En ik heb een lekkere, ja, ik kan gewoon een spijkerbroekje aandoen, dun onderbroekje, maakt niet uit. Mijn voorhuid zit om mijn eikel heen. Dus jij hebt geen eelt op je eikel? Zoals elke Jood, die heeft eelt op zijn eikel. Ja, een Jood wel, ja. Maar ik niet. Het moslim trouwens ook, hè? Ja, ja, ook, ja. Dat zou zomaar kunnen. Oké, dan ga ik even een stukje voorlezen en dan moet jij even reageren. Er komt... Nee, ik skip een stukje. Ik skip iets, hè. En nou de volgende alinea. Er komt dus ook geen samenscholingsverbod. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Vindt burgemeester Van der Laan. En dat is een fucking Jood. Die is besneden, man. Ja, en hij is van de Partij van de Arbeid, mag ik vragen. Natuurlijk is hij van de Partij van de Arbeid. Ja, Arbeid mag vragen, de Partij van de Auschwitz. Nee, het gaat over Amsterdam. Ja, en hij wil dus niet... hij wil dus niet... doden in Amsterdam. Kijk, ja, Van der Laan, die heeft zoiets van... Laat die beruchte Amsterdamse veelplegers... die een jaartje of 14 zijn... laat die lekker hun gang gaan. Want anders gaan we een stempel drukken op de buurt. En dan maken we daar een ghetto van. En Van der Laan, dat is een Jood. En Joden leven toch liefst in ghetto's, of niet? Wacht even. Ik moet even een zin even helemaal zien. Even over die zeven in de beruchte Amsterdamse lijst van veelplegers. De top 600. Ja. En zwaar is crimineel zijn, inclusief uitgebreid strafblad, maar ondanks taakstraffen en containers... vol met hulpverleners, gewoon crimineel blijven. Ja. Gaat de gemeente nog altijd helemaal niets... Ja. ...in hoofdletters geschreven... ...doen om de situatie te verbeteren. Ja. Natuurlijk niet. Nou, tuurlijk niet. Het is toch ook gewoon zo? Nee, maar dat zijn de zogenaamde hulpweigeraars. En die heb je hier in Arnhem ook. En die heb je overal in Nederland... zijn gewoon lossige junkies, criminelen, de draaideur criminelen, zoals ja, je ja, ja, ja. En weet je wat de grap is? Ken jij die mop? Ken jij die mop? Van die crimineel die aanliep tegen een .22 kaliber?
Ja, dat liep niet af, weet je wel. Toen was die crimineel die ja, die was dood, weet je wel. Dat was gewoon vlees. Ja, was een abel geworden. Ik ben ook wel eens tegen een vuurwapen aangelopen, maar ik heb het wel overleefd en ik ben niet aangeschoten geweest. Ja. Ik mik ook niet op jou. Ik zal het wel uit mijn kop laten. Oh. Heb ik nog minder vrienden? Nee, maar ik heb echt een 9 mm op mijn kop gehad. En iemand wilde zei van heel simpel, hoef alleen maar dit te doen en je bent dood, weet je wel. Uh-huh. En of er nou munitie in zat of niet, als je zo'n ding op je kop krijgt, je weet niet wat het is. Ja. Of het werkelijk gevaarlijk is, of dat het een... Ja, en het fijne is, kijk, er zijn mensen en die doen heel erg makkelijk over het begrip karma. Die mensen die denken, ik ben geboren, ik ben uit een kut gekropen, dus ik ben de master of the universe en ik doe wat ik zelf wil. En volgens mij zijn dat geen, laat ik zo zeggen, niet iedereen... Wil jij wat zeggen? Een geprivilegeerde kut bent gekropen. Huh? Ja, en er zijn mensen en die gaan gewoon, die kleuren buiten de lijntjes. Oh, ik ook. Altijd. Ja. Maar jij doet lief. En? Wil jij, Oké, verbod op plastic zakjes, handhaven van verbod voor scooters op fietspaden, de inzet van boa's om hardwerkende burgers te kunnen betrappen. Wat is er van leuk, hoor, man. En Wim leest deze website iedere keer. En ja, neem maar, ga eens even terug in die website, want ik zag Martin en Opium. Ja? En dat er pas na Martin en Opium iets aan veiligheid werd gedaan. Ja. Wat is dat dan, Opium? Ja. Nou, en dat er pas na de 17e eeuw de veiligheid prioriteit heeft gekregen. Alhoewel regenboogzebrapaden. Ja, dus dat is het homo-gedoe. Regenboogzebrapad. Ja, de regenboog, dat zijn de homo's toch? Ja, natuurlijk, wat moet je met die hetero's? Die maken allemaal kinderen, man. Ah, daar zijn ze voor. En die gaan voor vrouwen zorgen. Nou. Hey, je moet gewoon homo zijn. Je moet gewoon lekkere seks willen. Weet ik, die maken ook homoseksuele kinderen. Oh ja. Ja. Oh ja, homo's kunnen natuurlijk van die dak... Oh ja, wat die Joris Demmink en consorten... Dan neem je gewoon een jongetje, die pluk je van de straat. En dan maak je gewoon een homo jongetje van. Nee, maar je weet toch dat homo's en potten, als ze echt 100% homo zijn en 100% pot, dan kunnen ze geen kinderen krijgen. Ja, ken jij Paul de Leeuw? Die heeft twee van die kleurlingen kinderen. Ja. Nou kijk, dat bedoel ik. Dus dat kan wel degelijk. Hij kan wel kinderen neuken. Kopen of verkrijgen. Mm-hmm. Hij kan ze niet zelf maken. Laat ik het dan zo zeggen. Ik ga naar het volgende onderwerp toe, hè. Maar gisteravond... Om kinderen te maken, ja. Heb je een heteroseksueel paar nodig. Dat lijkt me wel wieders, ja. Met vrouwen, ik kan niet met vrouwen omgaan. Ja. Het is moeilijk om een vrouw te neuken. Maar als je een kleuter pakt, dat is echt iets makkelijk, hoor. Maar dan kleuters, die kunnen niet zo goed protesteren, weet je wel. Ah, of niet. Dan is er ook geen uitdaging meer, hè?
Nou ja, voor sommige mensen, die gaan gewoon voor de seks. Dus dat maakt het hun uit dat het een uitdaging is. En dat wou ik dus zeggen, want gisteravond sprak ik een vrouw. En er was een brunette. En ik vond het echt, dat ik van, ja. Maar ik snapte gelijk al, op die vrouw kan je niet in één keer klimmen. Het zou me kunnen lukken, maar dat wordt echt een hele hoop bossen rode rozen. Moet ik voor haar gaan koken, dan moet ik de auto regelen en dan gaat ze een keer op de rug liggen en dan zit de knieën uit elkaar. Hou even je bek, ik heb het even over de show notes. En hoe dan ook, lieve bewoners, u kunt en geef ons deze toon lekker niet krijgen. Wat, sorry, ik vond ik... Nooit moeten gaan wonen. Wat? Nog een keer, ik verstond het niet goed, Marco. Hoe dan ook, lieve bewoners. U kunt, en geef ons deze toon, lekker de tyfus krijgen. U had maar niet in Amsterdam Noord moeten gaan wonen. Wat is dat nou voor een gebod? Nee. Ik werd er naartoe geflikkerd. Nee, maar het staat gewoon in deze tekst. Die jij mij voorschoot. Ze moeten die mensen gewoon doodschieten. Een wijk wordt overgenomen door moslimfundamentalisten. Nee, ontheemden. Luister mij uit, hè. En dat mij dan gezegd wordt van, nou, dan had je maar niet in deze wijk moeten gaan wonen, want dit is een moslimfundamentalistenwijk. Dat is toch bullshit? Ja. Ah, ik wil wel een leuk en humoristisch programma maken. Maar even dit... Ja, precies, dat moet wel grappig blijven. En nu wordt het heel moeilijk voor jou. Oh, ja, sorry, ja, mijn website doet het nog. Dit gaat over Martin Vrijland. Ja, wie is dat dan? Die heb ik persoonlijk ontmoet, één keer. Dus die Joodse gast die Duitser in de rug steekt, of is dat een Duitser die... Nee, het is een Joodse vrouw, kan je dat niet zien? Die heeft tieten. Oh ja, ze heeft tieten, ja, ja, ja. En die steekt die SS er in de rug. Ja. En die zit te mikken, ja. En... Nog een foto van ongeveer uit de Eerste Wereldoorlog. Oké, maar dan ga ik even voorlezen. Ja. Nadat Johan Oldenkamp zijn patheootje deed richting de platte aarde onderzoekers op een onwaarschijnlijk slechte manier, komt nu Martin Vrijland om de hoek met een waanzinnig slechte aanval richting mij als platte aarde onderzoeker. Ik moet nu zo braak, ik vind het zo erg, hè. Oké, een platte aarde onderzoeker. Ja. Is de aarde fucking plat? Nee, de aarde is een bol. Dankjewel. En wat ik zo mooi vind, die tekeningen, ik heb hem nou in beeld ook voor de kijkeraars, van die vrouw, die Joodse vrouw met die tieten, en die steekt dan die SS'er in zijn rug, en er staat eronder, Jodenstreken van Johan Oldenkamp en Martin Vrijland. Dus, ja, dan weet je nu al dat deze website, dat is... Ja. He? Voor de paus. De vissenhoedman. En hij woont in Rome. En alle wegen leiden daar naartoe. En de paus zit altijd die joden af te zeiken. Ik ben er zo zat. De alle besneden mensen. Ja. Ja, precies. Dankjewel. Maar Johan Oldenkamp en Martin Vrijland, die zijn niet per se slecht. Nee, ze zijn dood. En anders gaan ze wel dood. Ja. Oké, dus... Jodenkamp. Johan Jodenkamp. Ah, ja, ik zit even te kijken naar een
gaat over de IORP-richtlijn. IORP-richtlijn? IORP, ja. Dat is? Ja, weet ik veel. Dat is de IORP. Weet je dat niet? Nee. Je moet wel journaal kijken en dan weet je wat de IORP... Ik kan het echt fucking niet weten. Ik weet niet wat de IORP is. Maar wat wel geinig is... Het is een overheidswebsite. Die heet Geen Stijl. En hun motto is tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Nou, dat wil ik ook wel een keer doen. Als pensioen behaald in dit hoog tempo uit de zorgwerken bevreeld worden, moet er gestemd een kamermeerderheid in met de in het geheim tot stand gekomen EU-pensioenrichtlijn IORP. Nummer 2. En het komt, de EU vindt het heel belangrijk dat wij op onze oude dag nog een centje hebben. Want ze snappen, de EU begrijpt dat als iemand als ik of jij, en we worden ouder, dan kunnen we niet meer werken. De EU begrijpt dat. En de EU die wil gepensioneerden, die moeten gewoon wel een centje hebben. Nee, dat is helemaal niet waar. Wel. Kinderen houden je jong. Nee. Oké, ik snap je grap niet. Oké, ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Ik bedoel, als je op je 20ste kinderen kijkt, dan moet je op je 20ste al houden. Ja. Maar goed, nu dus de mooie zin. We racen door, want we hebben heel veel shownotes. Nou, maar, dat weet ik. Ja, we verschrikken. En nu gaat het hierom. Woensdag stemde een kamermeerderheid in met de in het geheim tot stand gekomen EU-pensioenrichtlijn, IORP2, waarvan ze pas een avond eerder de 100 tellende tekst hadden gekregen van Kleinsma. Hoe de fuck is Kleinsma? Is dat een checkable slut? Ik ben Brussel Joods. Ook weer Joods. Ja, Brussel, ja. Ah. Dus, waar gaat het hier over? Je krijgt 100 pagina's wetgeving en de volgende dag zeg je, oh, ik vind het een goed idee, ik stem voor. Nee, maar wacht eens even, is het nou een eurofitatie van de pensioenpotten of een eurofitatie van de pensioenpotten? Waar het om gaat, is... Het punt is, ze willen onze kinderen. En niet die bejaarden. Die moeten weg. Dan gaan ze pensioenrichtlijnen opstellen om die bejaarden te beschermen. Maar dat is helemaal niet waar. Die bejaarden die belanden gewoon in een of ander stom bejaardentehuis. Waar ze tot 3 uur 's middags in een volgescheten luier kunnen zitten. Wachtend op dat aardige meisje die wel lief doet. En je eigen kinderen die wonen in Noord-Holland. En dat is toevallig eventjes te ver weg van waar jij woont, ja. Perry, nogmaals. Verkoot en de bierhandel er al over. Oude lullen moeten weg. Wat, wie moet er weg? Oude lullen. Ja. Daar ben ik wel met je eens. En dan Brussel juicht. Ja. En Henk Krol. Dat is een homo. Tegen de richtlijn. Die is tegen de richtlijn. Ja. Oké, okay, en die Kleinsma, dat is dus een wijf. Want ze heet Jetta. Ze heet Jetta. Dat is niet meneer Kleinsma, maar mevrouw Kleinsma. Euforie, of is dat nou in de richting van Europa? Nee. Ja, Europa is helemaal blij dat alle bejaarden lekker met pensioen kunnen gaan. Europa,
Precies, nou, nu begrijp ik je grap. Dit wordt toch een leuke uitzending. Maar het is euroforisch. Euroforisch, ja. Is dat het juiste woord? Het is gewoon een kwestie van, we moeten allemaal aanschakelen en met die stomme Fransozen, die alles met de Franse slag doen, om dan maar te zwijgen van die Spanjolen. En als wij met die idioten gaan, gaan we gewoon lekker samen doen. Het maakt ons niet uit dat ze kunnen geen Nederlands, maar maak het uit. Dat is gewoon racistisch als je geen Nederlands kan spreken en je vindt die mensen vervelend. Dus we gaan met die Fransozen en dan lekker in zee. En ze kunnen helemaal niks, man. Europa vind ik niks, Marco. Met die Duitsers begint het me al te vervelen met het hoogdiets. Ik vind het Duits echt de grens. En bij Denemarken wordt het een beetje makkelijker. Die Polen kan ik ook mee overweg. Die Oostenrijkers, geen probleem. Maar en niet over Fransozen beginnen en niet die Spanjolen. Die hebben toch zoveel te leren. Spanjolen is. Huh? Nee, 80 jaar lang heeft de paus, gebruikmakend van de Spanjolen, oorlog gevoerd tegen ons. Ja, leuk, hè? Dat heette 80 jaar. Ja, leuk, hè, die paus. Ja, nee, dat was de paus niet. Hoe meer ik over de paus nadenk, hoe geiniger ik hem vind. De tijd onze koning. Ja. Onze lieve heer Philips de Schone. Ja. Oké, okay, dan heb ik nu de volgende opstaan. Kan je die zien? Ik zal een beetje uitvergroten. Dit is een Deen. Die komt uit Denemarken. In gesprek met Ole. 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 Niet Ole. 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 Ole Damgaard. Oké, okay, nu gaan we even naar de. Ik ga even de microfoon opzij doen. Dat de kijkeraars dit goed kunnen verstaan. Dan moet ik even. Want zijn stem vind ik echt. Ik ben wel een fan van zijn stem. Ole Damgaard. Fuck je Skype, je moet echt iets doen. Ik heb de andere geluid. Ja, je moet hem down doen. Je hebt je microfoon aanstaan. Je microfoon moet uit, je kill je mic. Ik ga even kijken. Ja. Want je komt nu aan twee kanten binnen, dit gaat er verschrikkelijk om zingen. Ja. Wat een slechte uitzending zit, hè? Maar je kan wel goed zien, momenteel in beeld. Maar is nu het gepiept? Nee, doe je sound uit. Ik moet de sound aanhouden voor Ole Damgaard. Ja. Kijk. Mooi. En je zit nog, hè? Ole Damgaard. Damgaard, ja. En het gaat mij om zijn stem. Het moet deze een beetje. Ja. Ja, maar goed. Ja. Maar even luisteren naar de stem van Ole Damgaard. En jij gaat erop reageren. En een professor. Or 3D animation showing you that 1 plus 1 equals 34. It is not true. And the stronger they try to force this version that 1 plus 1 is 34, or whatever other lie they're trying to push on you, that just shows you the eagerness for you to believe the official story and not look into the truth. And that just gets me going, because that sparks my interest, you know, when I start smelling lies and patsies, and then I get going. But you... Oké, okay, hij zei dus net, als ik leugens ruik, bestaat dat? Kan je leugens ruiken?
Luchtjes kun je niet ruiken, luchtjes kun je horen. Mijn computer is echt ontzettend. Nee, want het is nog nooit. Geen hond heeft mij ooit nog eens, ooit een keer een leugen laten ruiken. Maar mensen hebben mij wel leugens laten horen. Ja. Ik denk wel dat Oele de waarheid spreekt. Oele. 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 Domgord. Hij heeft een goede hairdo, weet je wel. Damgord, ja. Dat het lijkt op garde, dat ja. Het lijkt op gaar, dat ja. Het lijkt op... Een leger, een strijder. Domme wacht, of domme wacht. Ja. Nou, misschien domme wacht. Ja. Eikwacht dan. Maar hij spreekt, hij probeert de waarheid te spreken. Ik heb uren naar deze man geluisterd en gekeken naar zijn mooie, blauwe, grijze ogen. Of groen. Wat voor kleur ogen heeft hij? Kun jij het zien? Wijs of grauw? Ha? Wijs of grauw? Een wijze vrouw. A. In ieder geval, wat me wel opvalt, is dat hij niet hetzelfde soort kapsel heeft als bijvoorbeeld, hij heeft geen blonde haren en hij heeft geen raar kapsel. Nee. Hoe heet die lui ook alweer? In Engeland heet hij, voormalig burgemeester van Londen. Ja, zeg maar. Oh, Hillary Clinton. Die heeft ook blond haar, trouwens. Dus die is ook verdacht. Want volgens mij zijn al die gasten, zoals Donald Trump en die andere rare gasten met die rare blonde kapsels, zijn allemaal. Zit je nou heel verborgen Geert Wilders te beledigen? Zo'n saai verhaal, hè? Ja, nee, maar dat ze daardoor niet weten hoe ze hun haardracht moeten in orde moeten brengen. Ja. Om een beetje menselijk over te komen. Ja. Ik weet niet hoe het zit, hoor, maar kijk, ik geloof al natuurlijk alle conspiratietheorie. Ja, natuurlijk, je zal wel moeten, ja. Heb jij bewijzen van het feit dat wij niet op de maan... Ondertussen worden we wel geregeerd door buitenaardse wijzers. Ja, echt. Ben ik gek? Nou, niet in je eentje. Oké. Niet in mijn deusje voor. Nee. Nog even een stukje tekst, ja. Geluid bedoel ik. No, it's going. Goebbels. We said the bigger the lie, the easier it is for to get people to believe it. Because it's just... Die klopt wel, hè? Nee, maar die quote van Goebbels, die klopt, hè? Hoe groter de leugen, des te makkelijker krijg je hem doorgevoerd in het besef van het volk. Je moet een leugen verzinnen. Niet alleen een leugen van Goebbels, die heeft iedere ook...
hoeveelheid je dan ook kijkt. Want het is werkelijk groot. Ja, het is wel gevaarlijk om te liegen. Het is echt een dangerous stuff. En niet alleen dat ik er last van heb dat mijn overheid en al die wetenschappelijke instanties, die liegen tegen de klippen op, hè. Nee, maar kijk, liegen is gevaarlijk. Maar weet je hoe gevaarlijk het is om de waarheid te vertellen? Nou, dat is ongevaarlijk. Behalve natuurlijk dat jij als mens daar het leven bij kan laten. Maar hoeveel levens heb jij, Marco? 3? 9? Nee. 1 toch? Je hebt maar 1 leven. En dat leven ga je leven. Perry. Sorry, Perry. Ik ben kat van sterrenbeeld. Ik heb volgens mensen 9. Maar dat doet er niet toe. Ik weet dat het vertellen van de waarheid vele malen gevaarlijker is dan het vertellen van leugens. Oké, mag ik dan... Ja, oké, ik ben het met je eens. We pakken de volgende, want anders wordt het allemaal veel te lang. Straks gaan mensen helemaal afhaken en dan zeggen ze... Oh, wat een saaie uitzending. Saai, hè? Ja. En nu ook mijn grote vriend. En die heet Hans Timmermans. Hans Timmermans? Ja, of Hans Timmer Frans. Wat doet hij? Ja, dat is die man van de MH17. En die heeft die Oekraïners toen beschuldigd dat het vieze, vuile klootzakken waren. Die, omdat er een vliegtuig was neergestort, gingen ze gelijk, weet die dingen ook weer, hoe heet het nou, wat kinderen hebben. Knuffels, ik weet het. Die Oekraïners, daar waren knuffeldieven. Ja, precies. Timmer, Hans. U wist het gewoon helemaal. Hans, ik zeg het weer fout, hè? Ja, maar zullen we het maar meteen overslaan? Ja, we doen hem gewoon. En dat wordt emotioneel, Marco. En daar hebben we natuurlijk geen filmpje van. Dus dan moet ik het voorlezen. Frans Timmer, Hans, heeft het woensdag... Ik ben dyslectisch. Frans Timmer, Hans... heeft het woensdag hartstochtelijk opgenomen voor Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Uit diverse hoeken, het is net ook naar de moord van Mianne Vaatstra zitten luisteren, uit diverse hoeken klinken de laatste tijd oproepen aan Juncker om te vertrekken. Vanwege de wijze waarop hij het dagelijks bestuur van de Europese Unie leidt. Zijn reactie op de zelfstandigheid van Engeland, zijn vermeden arrogantie en rook... Oh, hij rookt. En drinkgewoonte. Eerste vicevoorzitter Timmer Hans noemde de aanvallen op zijn baas, dus Juncker, politiek zwak, moraal aanvechtbaar en intellectueel lui. Nou, ik heb nu echt zin om een bek te houden, Marco. En maar wie rookt er nou? Ja, nu mag jij. En maar wie rookt er nou? Timmerman of Juncker? Die Timmer Hans, die... Ja, Nou, Juncker, volgens Timmer Hans... En die heeft in Europese zin een zwak karakter, omdat hij rookt en drinkt. Is dat meneer Timmermans of is dat meneer Juncker? Timmer Hans, het komt uit diverse hoeken. Er klinken de laatste tijd oproepen aan die voorzitter van de EU om te vertrekken. En het is ook... Hij heeft fout gereageerd op het zelfstandigheidsgebeuren van Engeland.
Had hij veel beter moeten doen. Die Engelsen zeiden van, fuck you. Huh? En in die fuck you reactie van die Engelsen, heeft hij niet goed op gereageerd, man. Helemaal niet waar, man. Wel, we willen bij tuurlijk Europa niet blijven. Wil jij bij Europa blijven? Wil jij wil jij betalen voor het idiote parlement wat iedere keer vanuit Straatsburg naar Brussel en dan weer terug? En jij betaalt voor die vrachtwagens? Dat is jouw doel in het leven, hè, Marco Robinson, professor. Jij wilt daarvoor gaan betalen. Jij denkt, daar geloof ik in. Een Europees parlement, wat de godganse tijd heen en weer moet rijden. En ik betaal me daar dood voor, om het even op z'n Duits te zeggen. Ja, maar het is wel goed beveiligd. Oh ja, ja. Maar kunnen de Amerikanen nog een voorbeeld aan hebben? De Amerikanen zijn bang voor ons. Maar dat komt omdat wij Nederlands spreken. Wij zijn de gemeenste. De Amerikanen hebben ooit een keer de keuze gehad om Nederland als hun voertaal te nemen. En een Duitser heeft daar, een Duitse immigrant, heeft daar een keer een stokje voor gestoken. Die zijn hij het met Engels worden. Ja. Anders hadden ze in Amerika Nederlands. Wij hebben nog een appeltje te schillen met die Duitsers. Ja? Ja. Maar hoe had het geklonken als president Kennedy had gezegd, wij kiezen ervoor om naar de maan te gaan en de andere dingen. Nou, dat had in het Nederlands niet goed geklonken. Ja, precies. Want had in Nederland naar de maan te gaan, Oké, ik ga weer even om tempo te maken en alle show notes er doorheen te rammen. Maar de neus, de Nederlandse omroepstichting, die ons bij de neus neemt. En die zwijgt in alle talen. Ja. Dus en de neus, die vindt een opstand van meer dan 1 miljoen mensen niet nieuwswaardig. Ik ook niet, hoor. Collega website, blablabla, schreef al 2 nieuwsberichten over het totaal negeren van de enorme omvang van de demonstraties in Franse steden. Protesten die steeds grimmiger worden en mensen in steeds grotere getalen de straten doet opgaan. Inmiddels zijn er protesten geweest waarbij meer dan 1 miljoen mensen demonstreerden tegen het vernietigen van de basisrechten van Franse werknemers. Het is regelrecht anarchie in de Franse straten, terwijl de mainstream media het totaal verzwijgt. Of minimaliseert. Ridicule zien. Nou, ik vind het slecht aangebruikt. Dus ook weer de bottom line of zo. Oh, zou dat betekenen dat we een nieuwe Franse revolutie tegemoet kunnen zien? Ja, een nieuwe. Die vorige Franse revolutie, dat was van Napoleon. Dat waren de Jezuïeten, man. Nee, dat was voor Napoleon. Napoleon heeft het weer overgenomen. Napoleon is natuurlijk weer van, oh, de paus komt op een gegeven moment ook nog af. Ja. Die hebben helemaal geen zin in ons, maar we moeten weer even een generaaltje creëren. Ja. En toen kwam Napoleon. Ja. Hij heeft wel die paus in de gevangenis gezet. Heeft hij een paus in de gevangenis gezet? Ja. Nou, goed zo. Dat is wel weer aardig, maar... Hey, maar hij heeft ook het metrische systeem ingevoerd. Hij heeft wat ingevoerd? Ja. Ik vind Napoleon niet echt een... Oké, ik lees even een stukje voor de gezelligheid. Opnieuw vochten duizenden gemaskerde protesterenden
tegen de politie in de straatgevechten in Frankrijk de afgelopen week. De politie gebruikt waterkanonnen tegen deze demonstranten die projectielen naar de politie gooien en winkelruiten aan diggelen smijten. Je hebt gelijk al een vraag over. Schiet ze dood! Kijk, als je de politieagent bent, dan zitten allerlei ruilschoppen. Gewoon pap, 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 pap. Heeft de politie geen oesjes tegenwoordig? Waar betaal ik al die BTW voor? Een waterkanonnen. Nogmaals. Zij zijn de piek van het protest dat miljoenen Fransen voeren tegen de arbeidswetten die bedoeld zijn om de rijke bovenklasse in Frankrijk te helpen in hun relatie tot eenvoudige werknemers. Dat is dus een nieuwe vraag. Maar dat is het zielige. Dat is het zielige van die rijken. Kijk, ik kan mijn eigen kont afvegen. Maar iemand als... dat is misschien niet helemaal waar, weet je wel. Maar ik kan me voorstellen dat koningin Beatrix of die koning Willem... Willem de zoveelste. Alexander. Dus we noemen even Willem-Alexander, ja. De zoveelste Willem. En die... Ja. En die zoveelste Willem-Alexander. Ja. En als hij klaar is met schijten, moet hij vragen... mijn poepje is vies. En hij heeft... Om heen te lullen, want de demonstranten in Parijs vertegenwoordigen alle mensen uit de werkende klasse en toont hun vastberadenheid om de hebzucht van deze rijke elite te weerstaan. De politie probeert met gewelddadig ingrijpen deze demonstraties uit elkaar te slaan. Maar het tegendeel is het resultaat. Oftewel, is er een nieuwe Franse revolutie gaande? Nou, je kan beter volgens mij als eerste vragen. Worden de Fransen toch verstandig? Ik denk dat ze slimmer zijn dan... Maar volgens mij niet hoor. Als je opgegroeid bent met Frans... heb je echt de slechtste kans om verstandig te worden. Maar de werkende klasse voelt zich miskend in haar protest en komt met nog meer, in hoofdletters, mensen op de straat. Ja. Dus nog meer Franse revolutie. Ik hoop dat het lukt. We zeiden vroeger, hè, bij dit geval weer vergeten natuurlijk, maar vroeger zeiden wij... hier in Nederland, één zwaluw maakt nog geen zomer. Nee. Dankjewel. We gaan het redden. En nou krijgen we deze. Ja. Dit is echt erg, dit is Bijbels. Hour of truth. Holy fuck, weet je wel? Paus. Ja, de precies, ja. Het gaat over een werk. En het heet het Mondiale Vaticaan. En op zijn Engels heet dat The Global Vatican. En dat is geschreven door een Amerikaan. En hij was de ambassadeur namens Amerika in Vaticaanstad. Dus een insider. En ja? Waarom hebben we nu twee pauzen? Hallo? Ja, ik ben er nog eens. Oh, je moet even pissen. We hebben de paus emeritus. Dat was die voormalige Duitse paus. En we hebben een Argentijnse paus. Tegenwoordig. Een excuuspaus. En we hebben Johannes Paulus de Eerste. Johannes Paulus de Tweede. Ja, maar die Eerste, hè? De Eerste, die was eigenlijk meteen dood. Ja, 33 dagen. Oké, en nu ga ik even de audio opstarten en ga ik even een biertje pakken, ja? Ik ga dat doen. Kan jij even pissen en dan kunnen de kijkeraars even luisteren naar Tom Fraes. Want de status Tom Fries. Wat is dat? Inquisition update? Ja. Inquisitie, ja.
Precies. Ja. En wie pakt nou als ik jou was? Ja. En ik ga nu de audio starten. Er is een muziekje aan het begin, maar daar moet je gewoon overheen denken. Good morning and welcome to another edition of Inquisition Update. My name is Tom Fress. I'll be your host for the next hour. You're listening to FirstAmendmentRadio.com. Thanks to Nicholas at First Amendment Radio. We're here on the air this morning. And we're going to continue our inside look at the Catholic Church, world politics, and the extraordinary relationship between the United States and the Holy See. The extraordinary biblical relationship between the United States and the Holy See. Where is it found in the Bible? Revelation chapter 13. Ik doe even de audio down nou, ja? Nee, we hebben het zo. Nu moet je even reageren, Mark. Kom op, reageer. Ja, nee, maar kijk, dit is bullshit. Bullcrap, zeg maar. Oké, vertel waarom. En het Vaticaan tolereert Amerika, omdat zij weten dat het uiteindelijk ook maar een land is wat onder hun jurisdictie valt. Want de paus is de baas van de wereld. Zuid-Amerika verdeeld tussen en ook Amerika is deel van het abyssische wereldbeeld. Ja, en zie je ook, als je even over een beetje Skype, hè, zie je ook dit beeld. Dit is Gorge. Ja, nee, dit is Jorge Bergoglio. Ik kan de G. Dit is Jorge Bergoglio. En die houdt een communistisch symbool. En daar heeft hij Jezus in gespijkerd. En hij ook tot gele en tot witte. Ja. Aan de ene kant de protest. En aan de andere kant is nog over. Ja. Ik begin op dit. Ofwel, er moeten nog veel meer mensen rond worden voordat het protest houdt. Er moeten nog veel meer mensen wat? Verbranden. Verbrand. Ja, want het zijn ketters. Ja. Ketters moeten verbranden. Ja. Protest. Is not over. The Inquisition is not over as well. Because as long as there is. En weet jij, en dat symbool, de vlag waar je nu naar kijkt, hè? Dat is de vlag van Vaticaan stad. Ja, mag ik even uitpraten? En Vaticaan is geen stad, het is een staat. Een stadstaat. Een staat is het. Je hebt een Vaticaan. Heeft muren en een eigen gevangenis, eigen munt, eigen euro, eigen gevangenissen. Mag ik iets zeggen over het beeld, hè, van wat die paus in handen heeft? Dat is een hamer en een sikkel. Mm-hmm. Communisme. Nee, dat zijn dus de instrumenten van het socialisme. Ja. Het gaat om het verdelen van de waarde. Dus jij, stel hè, jij was een, je had het slimme gedaan dat je nu toe gedaan hebt. Hè? En je was een geweldige geluidsman geworden. En je had een bankrekening, ja, dat kan ook zijn hè. En je had een bankrekening van een ton, 2 ton of zo. Hè? Dan komt de paus, die komt bij je langs. En die zegt, hé jongen,
Van wie is dat geld? Zou je dat niet eens aan die arme geven? En dan ga jij dat doen. De paus is ervoor om iedereen die talent heeft, om zijn poen af te pakken. Laat mij weer eens uitpraten. Wat ik tegen hem zou zeggen, is van, oké, jij bent van deze, deze mening. Maar wat is de werkelijkheid? Nou, de werkelijkheid, maar in naam van de paus kan ik zeggen, de werkelijkheid is, je moet gewoon de topdog zijn. Je moet iedereen ultiem kunnen afzeiken. En dan ben je de topdog. Het is toch fantastisch dat die paus daar zit met een hamer en een sikkel. Ja. En dan Jezus erop, hè? Ja, en Jezus erop. Echt geweldig. En hij kijkt vol bewonderingen. Hij is, die Jorge Bergoglio. Ja. Ja. En die Jorge Bergoglio, hè? We hebben het hier over Paus Franciscus de Eerste. Hij was hoofd van de Jezuïetenorde in de tijd dat Freek de Jonge, was dan zo'n voetbaltoernooi in Argentinië. Hij was toen de baas van de Jezuïeten. Hij heeft 105. Er wordt gezegd, hè, ik weet niet of het waar is. Hij heeft 105 medewerkers van de katholieke kerk laten choppen. Inclusief vrouwen. En we weten niet precies hoeveel vrouwen, hoeveel mannen, maar in totaal 105. Maar we weten toch dat Franciscus een figuur is. Om nog maar te zwijgen over al die mensen die een gratis vliegreis kregen over de oceaan. En niet alleen dat ze gratis met de vliegtuig er naartoe mochten. Nee, ze hebben ongeveer ook werden eruit geduwd van maak kennis met die oceaan. Waren hele lieve mensen. En die Jorge Bergoglio, die maalt daar niet om. Die is alleen maar bezig met Jezus aan het hamerkruis. Ze zegt hij van oké, er was fout in de oorlog. En natuurlijk ben ik schuldig aan pedofiele seksscontacten. Dat heb ik allemaal gezegd. Weet je wat? Die trekt mij terug. Ik laat een andere paus uit Argentinië komen. Dat zou kunnen. Ja, zeg maar. Ben je nou werkelijk zo naïef? Het zou kunnen. Ja, nee. Naïviteit is mijn tussennaam. Noven. My middle name. Winkle, je bent de Perry Van Winkle. De Van Winkles, ken ik. Ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind het niet geinig, ik vind het niet leuk. Geinig is Jiddisch, hè? Maar ik vind het niet geinig dat hij heeft 105 medewerkers van de katholieke kerk. Maar dat is eigenlijk de KKK, hè? Maar lang verhaal. Maar hij heeft 105 van zijn eigen medewerkers laten pakken. En hij zat gewoon een broodje te eten, een beetje salami erbij en een...
Ik heb daar niet zoveel respect voor. Maar nu wordt het echt erg. Want nu gaat het hebben over de platte aarde. Platte aarde? Ja, dit is niet te harden. Dus ik hoop dat jij inderdaad een beetje bier gehaald hebt van tevoren. Want nu gaan we luisteren naar iemand van de platte aarde. Oké. Ik heb inderdaad wat bier gehaald. Want ik zat hier al op te wachten. Ja. Ik skip even de reclame. It's settled. We've got to transform our energy system away from fossil fuel, cut greenhouse gas emissions, move to energy efficiency, move to sustainable energy. It is overwhelming, the science. Overwhelming. It's not even a question. The science is overwhelming, says Beckel. But overwhelming about what exactly? Nee, maar nu naar de platte aarde. Ik ga even voor. Ik doe even de sound een beetje zachter. Wat in de Noordpool en de Zuidpool dus de ingang. De rapture, ja. Naar de hemel gaan en de rest van de wereld verloren is. Ja. Ik ben helemaal met je eens. Maar wat doen we nou aan die platte aardetheorie? Hoe kan je nou dat stomme kuddevolk? Want ze worden dan heel erg respectvol door de conspiracy theorists. Ja. Wordt dat stomme kuddevolk, dat noemen ze dan de sheeple. Ja, maar hoe gaan we dat stomme kuddevolk uitleggen dat dit aarde een bol is? Ja, nee, maar kijk, ook een heleboel van die mensen die daar tegen zijn dat de aarde plat zou zijn of bol, dat is ook nog een ding. Er zijn ook nog mensen die zeggen dat de aarde hol is. En die hebben daar ook nog van gelijk, hè? Net zo goed als mensen. Ja. Kijk, iemand als jij, kijk, jij trek je van niemand een ene fuck aan. Zo ken ik jou. En daarom hebben we ook een gesprek met elkaar. Jij trek je van niemand van ene fuck aan. Maar er zijn ook mensen en die geloven in andere mensen. En die gaan gewoon geloven in platte aarde. De aarde is fucking niet plat, man. Kom op. Is hol. De aarde is een hel. Ik heb nooit een mens op de maan gestaan, want de maan, daar kun je niet eens op staan. Die maakt van kaas. Ja, zonder meer. Als er één waren, de maan is gemaakt van kaas. Oké, dan krijgen we hier dat gezeik van die platte aardetheorie. En die platte aardetheorie, daar kunnen we niet eens naar de maan zijn gegaan, want die maan is net zo ver. Als de rest van de sterrenhemel. Ik ga even kijken of het leuke audio wordt. Van de platte aardetheorie. En je weet natuurlijk ook. Jij ziet het ook, hè? Nee, wat we ook geloven, zolang we in God geloven, komt alles goed. Ja, je hebt ook die andere mogelijkheid. Is dat je echt kennis gemaakt hebt met God. Ja. En die vrijmetselaar, daar kan je een cursus kopen. Mag je kennis maken met God. Ja, ik heb ooit een keertje handen geschud met God. En weet je wat hij tegen me zei? Nou? Aha. Huh? Nee, ik besta heel. Nog een keer. Marco? Maar dat is, ik besta helemaal niet. Ja, precies. Dan zeg ik van tegen jij bestaat wel, Marco. Jij bestaat.
Ik ken jouw voornaam en je achternaam. Jij bestaat. Hoe is dat zo? Ja, voor mij wel, ja. En Obama, dat is wel een... En jij weet vast wel wat te zeggen over... Ik heb momenteel Obama in beeld, hè? Kan je het zien? Zie je Obama? Ja, in een wit t-shirt en een... Nee, je hebt geen t-shirt, het is een wit overhemd. Ja. En een gestreepte stropdas. Een hele hoop mensen achter hem staan. Ja. Die allemaal op verschillende manieren naar hem kijken. Ja. Deze zijn... Ik vind Obama zo'n homo, hè. Ik heb niks tegen homo's, maar niet de hele tijd de homo's aan het woord, hè. Af en toe ook hetero's. Hè. Krijg je nou een foutmelding in je beeldscherm? Ja, maar ik los het op. Ah, fuck you met your apple. Ja. Hoppakee. We zijn meer dan 50 minuten bezig. Een uur mogen wij hebben. Ja. En dan gaan de meeste mensen, die uitzending die wij doen, de meeste mensen die hebben na een uur echt, haakt iedereen af. Ja, maar ik vind het ook wel heel typisch dat of we het dan hebben over Obama. Ja, en nu komt mijn vraag. Je hebt die Friese. Van Jiskevet. Dat is Fries, hè? Dat betekent vuilnisvat. Jiskevet. Je hebt ook een Jiskebak. Ja, een vuilnisbakje. We noemen dat een asbak. Maar goed, met die Jiskevet hadden ze Obama. De Witte Neger. Ik ga voor de kijkeraars ga ik het gewoon eventjes doen. Obama. Yes. Ja. En jij dacht dat we zo maar eventjes heel makkelijk voor die. We hebben het toch over Obama. En we moeten ook medelijden hebben met de luisteraars. Je ziet ons dat soffe gezeur van ons. Ja. Maar Obama was wel. Toen mijn vader dreigde dood te gaan, hè, dan zei ik tegen mijn vader: kijk iets vaker naar Jiskevet. Nee, Jiskevet. Ah, nee, maar zie je dat die ene zo'n ding om heeft? Ja. Alsof hij een klingel is. Ja. Goed, hè? En dit is goed geregisseerd, maar dat is Ellen Jens. Ellen Jens. Die heeft dit geregisseerd. Dat is echt geweldig geregisseerd. Waarom hebben ze dan zo gewaagd? Dat hoort erbij. Want Obama is de Witte Neger. Witte Neger? Ja. Want hij heeft wel krulletjes bij. Ja, ja. Kom een keer om een neger zonder krulletjes, hè, joh. Weet je nog niet? Ja, dat was een goede uitzending. En ze hebben dus ook gegeten tijdens deze performance. En dat is moeilijk, hè? Want dan moet je eten terwijl je aan het toneel spelen bent. Ja, maar dat is niet makkelijk, hoor. En de Wifke, dat doet ontzettend goed de beste. Hop, nog een beetje eten, ja. Dat je aan het beneden spelen bent. Ja. Ja, maar je doet steeds maar een heel klein hapje en helemaal niks. Ja. Je hebt al gegeten. Toneelspellen, ja. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, hij heette Obama. Ja. En daarna kregen we Obama.
En wat vind je van dat lullige oranje ding daar links in beeld? Wat is jouw mening daarover? Niet over, hè? Maar dat oranje ding. Dat ding wat daar in de hoek staat. Ja, bij het einde van de tafel. Ik vind het mooi hoor. Ik vind het mooi toneelspel. En ik moet ook zeggen dat hij eruit ziet als een soort boor. Hij is echt multiculti gewoon. Overmaat kan het zijn. En zo'n vrouw die wil. Die wil ik niet, hè? Nee. Veel te kleine tieten. Ik vind vrouwen geinig, maar dan moeten ze wel grote tieten hebben. Maar dat is een seksistische opmerking, dus we gaan naar de volgende show notes. Ik kan het er verder niet over hebben. Nee, precies. Dat is wel een ding in de rond. Kijk, dat is inderdaad best wel eng. Ja, ja, we houden het netjes. En dan hebben we hier nog Frans Helsing. Frans Helsing, wie is dat dan? Kijk maar. Het gaat ook weer over de platte aarde. Waarom de platte aarde? Je gaat me toch niet vertellen dat jij langzamerhand begint te geloven dat de aarde plat is? In principe wel, ja. In principe is de aarde plat. Ik heb ook in mijn... Nee. Kijk, de aarde is waterpas. Laat ik het zo maar zeggen. De aarde is waterpas. Nee, wat zie je dan? Kijk, de zee ligt recht. Hey, are you guys single? Ah. Ah, kom op. Hoe weet je dat? Oké, dit is dan van Beyond the Matrix. Dit is de website van... Martin Vrijland, die ik persoonlijk ontmoet heb, en hij schrijft, wat mij betreft, kut. Nee, maar als je dus op dit... Maar ik ga het wel voorlezen. Als je dus op dit soort pagina's tegenkomt... Ja, oké, okay. Nu ga ik voorlezen. Nee, maar dan kijk je dus in de zijlijn, het talenspotje. Ja. Ja. We krijgen nog een leuk onderwerp om af te sluiten, maar nu ga ik eventjes Martin Vrijland voorlezen. En ja, ik Martin Vrijland vind ik... Als jij dat gaat doen, dan ga ik even kijken hoe deze etappe is afgelopen. Ja. Take your pick. En nu ga ik uitlezen wat hier staat. Het is te betwijfelen of Frans Heslinga de echte naam van deze clown is. Maar hij lijkt in ieder geval een ploegje volgelingen tot zijn beschikking te hebben. Dat zegt waarschijnlijk iets over de omvang van de geldbuidel die in dergelijke saai op... Ik zal het er duidelijk uitleggen, maar saai op is geen Nederlands. Hè? In dergelijke saai op projecten gestoken wordt. Heb je dan? We gaan hem gelijk weer connecten. Ik heb ook de hik. We moeten de uitzending nog afmaken. Dus. Goedemorgen. Ja, mooi man. Ja. Oké, ik was aan het voorlezen. Ik was geëindigd bij saai. Ja, op zijn Engels heet dat you
Uh-huh. En dat moest ik even onderdrukken. Uh-huh. Want, ja. Uh-huh. Het heeft helemaal geen zin om zo moeilijk te doen over dingen. Ja, maar ik vind het niet leuk dat mensen gaan lopen beweren dat de aarde een pannenkoek is. Want dat nee, slaat nergens op. De aarde is een pannenkoek, maar het is een pizza calzone. Ja. Zo is dat toch? Ja. Het is gewoon een pizza calzone, een opgeblazen pannenkoek. Ik hoop dat jij gelijk hebt. Dan een leuke Aziatische dame in beeld. Een opgeblazen pannenkoek, maar ja. Ik weet wel dat het grotendeels lijkt op een opgeblazen pannenkoek. Ja. Maar kijk je nou eens recht naar het beeld. Hier heb ik dus, ik ben dus bijna 57 en heeft dus de groeven. Ja, de gouvernante organisatie, dus de organisatie van de gouvernantie. Die zette mij zo'n Aziatische dame neer. Van een gouvernante. Ja, maar ik vind het echt dunne tieten heeft. Ja, maar dat heeft elke goede gouvernante. Oké. Okay. Want een gouvernante met dikke tieten is geen gouvernante. Dat is een koe. Oké, voor tempo krijgen we nu denk ik de laatste. Uh-huh. En dat is? Onrust in Pekela. In? Pekela. Waar is die onrust? Pekela. De Pekelaan. Nee, Pekela. In de Pekelaan. Ja, ik zal het even voorlezen. Ja. Een 18-jarige Amazone uit Oude Pekela is woensdagmiddag. Zo fucker, je noemt gewoon de datum, joh. Wat maakt mij dat het woensdag was? Nee, joh. Ja, oké. Ik lees even dat. Ja. In Zuidwending door 7 mannen belaagd terwijl ze aan het paardrijden was. In Pekela, dat was dus Oude Pekela, en Veendam is daardoor grote onrust ontstaan. En dan krijg je gigantisch bang geweest. En dat kan ik me ook wel voorstellen, want als ik een oude Amazone was, in Oude Pekela, zou ik me zorgen maken. Ja. Want misschien, alleen als je er goed uitziet natuurlijk. Als je een slecht... als jij gewoon een lelijk mokkel bent. Nee, dat maakt niet uit. Als jij een lelijk mokkel bent, laat je wel met rust. Dan mag je hopen. Ja, inderdaad. Ja, jij hebt gelijk. Oké, dan ga ik weer voorlezen. Ik weet namelijk dat, ik bedoel, als je een lelijk wijf bent en je hebt een kut. Ja. En dit is iemand die je wil verkrachten. Die kijkt helemaal niet naar van hoe je eruit ziet. Die kijkt gewoon van wat heb je tussen je benen. Ja. En er zit een gat en dan kan ik hem instoppen. Klaar. Ja. Die mannen die zoeken warmte. Ik heb een koude lul. Mag ik hem even opwarmen in jouw onderbuik? Ja, nou ga je dingen goed praten die niet goed praten zijn. Precies. Oké, dan ga ik voorlezen. De 7 mannen probeerden haar woensdagmiddag, ik zou de fok niet weten wanneer dat was. De 7 mannen probeerden haar woensdagmiddag van haar pony te trekken. Dat is, een pony is geen paard, hè? Nee, het is een klein paardje. Ja. Het meisje uit Oude Pekela kon ontkomen en is ongedeerd. En wat hier staat, ik ben gigantisch bang geweest.
Dat zal best. Ja. De vrouw, dat is dat meisje uit Oude Pekela. De vrouw, hoe oud ze is, weet ik ook niet. Daar staat hij niet in. Maar was misschien zo oud als Marianne Vaatstra. Maar zoals zo oud als Marianne Vaatstra. En in die leeftijd reed ze op een woensdagmiddag, onbekende datum, rond 2:45 met haar pony in Zuidwending. Een plaatsje ingeklemd tussen Pekela en Veendam. Volgens haar, dat hoeft helemaal niet waar te zijn, hè? Maar volgens haar volgde het getinte man haar met de fiets. Volgens mij kan het ook wel een brommer geweest zijn. Of was het een snorfiets of zo? Het was in ieder geval een getinte man. Ja, dat zegt zij. Maar ze werd dus eigenlijk gevolgd door Zwarte Piet. Ja. En dat komt het eigenlijk opnieuw. En Zwarte Piet gaan ze afschaffen. Ik snap ook wel waarom. Maar omdat hij getint is. Ja, Zwarte Piet is getint, hè? Ja, en dat moet afgeschaft worden. Ja, natuurlijk. Dat is racisme. Ja, precies. Het was weer een getinte man. En die heb je nog niet door, hè? Ja. Dat die getinte man moet afgeschaft worden. Ja, absoluut. Want anders is het racisme. Ja. Dus we mogen wel een blanke Piet. Ja. Maar we mogen geen Zwarte Piet. Ja. En de Zwarte Piet is tegenwoordig heel positief. Hij is aardig en hij geeft cadeautjes. En dat mag dus niet. Want dat is racisme. Ja. We begrijpen elkaar nog steeds. Zwarte mensen mogen niet positief neergezet worden. Want dat is racisme. Kijk, mijn punt is. Maar ze mogen ook niet als boeman neergezet worden. Hey, mijn punt is. Heb ik heel duidelijk afgesproken met mijn dochter. Ik heb een dochter van 16. De Marianne Vaatstra leeftijd. Hè? Dus mijn dochter, mijn dochter ziet er momenteel zo mooi uit. Professor Dr. Marco Robinson. Dat ik niet meer naar haar kijk. Nee, maar de Marianne toch, hè? Die ken je toch? Ja. Dat is de allerdiepste. Trog waar varkens in vreten, want varkens vreten in troggen. Ja. Dus de Marianne trog is de allerdiepste. Ja. Ik weet het, ik weet waar die ligt, bij de Filipijnen. De allergrootste varkens. Ja. Maar goed, met mijn dochter heb ik duidelijk afgesproken van lieve kind, jij hebt een vader van tegen de 60, dus ga er niet op rekenen dat ik je kom redden. Je hebt wel een vriend. En als je ondanks al die kerels verkracht thuiskomt, is het je eigen kuttige lulschuld. Je schiet ze maar dood. En wat moet je met verkrachters maken? Kom op. Wil jij een wereld? Oh, ik wil een wereld van verkrachters. En oh, kom op, schiet ze dood. Wat moet je met die kerels? En zeg het mij nu. Professor Dr. Marco Robinson, wat moet je met verkrachters? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Die moet je voor de kloot schoppen. Alleen maar dat? En jij denkt, jij schot een verkrachter. Jij denkt, je schopt ze één keer in de kloot en dan houden ze ermee op? Nou, als je ze goed voor de kloot schopt wel. Ja. Je moet ze castreren. En schop ze voor de kloten. Dat geldt voor de vrouwen. Ja. Ja. Nee, die vrouwen niet. De verkrachters dan, hè. Ik bedoel, het enige wat ze hoeven te doen is gewoon hun been naar voren zetten. Hè, in een hele mooie actie. Badam. Ja. Recht voor de kloten. Ja. Kijk, en ik heb dus, ik ben multiculti, dat snap je wel, hè. Je kent me toch, weet je wel. En ik sprak dus met een halfbloed Surinaamse. En die zei, mijn dochter mag alles doen wat ze wil. Op voorwaarde dat ze een pepperspray bij zich heeft.
Dan mag je naar de Korenmarkt, dan mag je naar de Varkensstraat, mag je naar Café de Buik. Dan mag je alles doen wat God verboden heeft. En jij hebt een pepperspray bij je. En haar dochter zei, mag ik even uitpraten? En haar dochter zei tegen haar, dat mag niet van de politie. Je mag alles doen, zolang je mensen die jou lastig vallen, voor de kloot schopt. Ja. En een ploetendoder is ook, dat is gewoon een stukje lood verpakt in een stukje leer. Ja. Gewoon de ploetendoder. En dan haal die verkrachters weg uit deze aarde. Want die verkrachters horen niet op deze aarde. Die gaan maar wonen op Mercurius. Of Mars. Of Saturnus. Zoek maar een planeet uit. Want ze begrijpen toch niet dat het er een verschil is tussen een aarde en een planeet. En in die mensen die dat verschil niet zien. Map ze weg, man. Ik ga even voorlezen. Ja? De vrouw reed woensdagmiddag rond 3:15 verkeerd gespeld. Want er staat het cijfer 3 en dat kan je gewoon D-R-I-E noemen. Met haar pony in Zuidwending. Een plaatsje ingeklemd tussen Pekela en Veendam. Volgens haar volgde een getinte man haar met de fiets. En dan komt een quotatie. Ik voelde me heel ongemakkelijk. Ik heb 3 langs fietsende kinderen gevraagd om samen met mij de weg te vervolgen. Even verderop doken 6 andere mannen uit de bossen. Stop, 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 riepen ze in het Engels. Dat is een fucking leugen. Maar de stop is Engels. Moet ik boos worden voor jou of zo? Het is toch een stop? Ja. De kinderen. Stop in het Engels. Ja, dat kan toch helemaal niet? Dat is Nederlands. Ja. Oh, Limburgs is dan stop. Die Limburgi, die zeggen een stop of zo, hè? Ja, maar kijk, als ze nou hadden gezegd. Arret, arret. Had je kunnen zeggen van. Ze zeiden arret in het Frans. Mm. Als die mensen stop zeggen. In het Engels. Ja, hoe zeg je stop in het Engels? Zeg je nu eens even stop tegen mij, professor dokter. Ja. Nu ga jij tegen mij in het Engels stop zeggen. Hoe zeg je stop in het Engels? Stop nou, stop, stop, stop. Oké. Ja, zo zeg ik stop in het Engels. De kinderen. Dat zijn dus die. Even kijken hoor. Dat ging om 7. Ik lees even voor. De kinderen zijn toen gevlucht. Ja. Dit is wel een boekrapperier. En dit is gewoon een fucking dagblad van het noorden. Ik heb gewoond. Op de geografische locatie, ik heb gewoond boven Groningen. En daar las ik ook het dagblad van het noorden. De kinderen zijn toen gevlucht, vertelt de vrouw. Welke fucking vrouw? Heb je toen daar ook mensen in het Engelse stop horen zeggen? Hmm. En dat mensen daar aan het oefenen waren, ja. Bijvoorbeeld. En volgens die vrouw, hè? En volgens die vrouw, hè? Probeerden de 7 mannen. Haar van de pony te trekken. Hoeveel? 7. 7 mannen. Hmm. En dan komt een letterlijk quotation. Mijn pony stijgerde. Dat was dus geen fucking paard. He, eerst. Pony. Even kijken, we hebben ergens een. Oké, het was de hele tijd een pony. Oké, maar erboven dan. Ja, paardrijden was. Dus eerst hebben ze over paardrijden. En nu is het een pony. Ja. Ja, het is echt een ingewikkeld verhaal. Mijn pony stijgerde en heeft 1 van hen nog een flinke trap verkocht. Daar schrokken ze van. En gelukkig kon ik wegkomen en naar een erf
vluchten. Daar, einde quotatie, neem ik aan, daar schrokken ze van en gelukkig kon ik wegkomen. En daar is ze opgevangen door een man en een vrouw in Zuidwending. En dan komt een letterlijke quotatie. Ik heb toen in paniek mijn zus gebeld. Ja, ik kan nu ook gaan braken, Marco. Dan pak ik mijn bakje en dan gooi ik mijn maaginhoud eruit. Maar dit is geen taal, hè? Nee, kijk, daar heeft zij, toen de engelen stonden, ja, heeft ze haar zus gebeld. Ja, in paniek. In paniek. En toen? Asielzoekers. Het meisje heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Zowel de politie als de gemeente Pekela nemen het incident zeer serieus. Laat de burgemeester Jaap Kuin weten. Schiet hem dood. Jaap Kuin. Die vertelt er gewoon even. Ik neem dit zeer serieus. Dat is een lul. Waarom leeft die man nog? De vrouw vermoedt dat ze is belaagd door vluchtelingen. En dan komt een letterlijke quotatie. De mannen hadden een donkere huidskleur en spraken geen Nederlands. Volgens die klootzak, Jaap Kuin, het is volgens hem. Het is niet de organisatie of zo, maar ze hebben gewoon Jaap Kuin zelf gebeld. Want hij is de burgemeester, een Pekela. En die moet toch alles weten. Maar volgens Jaap Kuin is nog niet bekend wie de daders zijn. Wat is dat voor lul? Wat moet ik aan zo'n burgemeester Marco Robinson? Nee, maar misschien heeft die burgemeester zichzelf wel als Zwarte Piet uitgegeven. Ja, ik denk het wel. Hij is de eerste die eraan gaat. De politie weet niet of de mannen uit het asielzoekerscentrum in Pekela komen. Nee, natuurlijk niet. De politie weet helemaal niks. Als je een dombo wil worden, moet je gaan werken bij de politie. Dan weet je gewoon niks. En dat is gewoon jouw keuze. Ik wil niks weten. Ik wil niks weten. Ik ga bij de politie. Die weet de politie wat fucking niks. Het is met wat we nu weten van getuigen een serieuze optie. Dat is al eerder gezegd. Mogelijk gaat het om illegale vluchtelingen. Ja! Want ze houden die mensen niet tegen. Iedereen komt hier maar naar binnen. En we kunnen, ja, mogelijk illegaal. Nee, maar mogelijk gaat het dus ook gewoon om Nederlanders die al autochtoon zijn. Ja. Die waren... Die Nederlanders, er waren 7 Nederlandse mannen. En die hadden ontzettend zin. Er waren 7 Nederlandse mannen. En die hadden ontzettend zin in seks met een blanke vrouw. En die hadden gewoon. Die wisten van tevoren. Ze fietst altijd daar langs. En we halen er. Met de pony. Ja? Dus er komt altijd paardrijden met de pony. En we pakken er gewoon even lekker. Dat waren Nederlandse mannen. Nee, natuurlijk niet, Marco. Dat waren fucking kleurlingen. En niemand doet er wat aan. En die vrouwen op die ponies, die doen er ook niks aan. Kennelijk. Nee, maar die Nederlandse vrouwen op die ponies, die zijn bang voor alles. Omdat ze geen kerel hebben om hun te beschermen. De vrouw benadrukt, en dan komt er een enkele quotatie. Dus dat is een parafrasering. Dus ze heeft het niet letterlijk gezegd. Dus ongeveer heeft ze dit gezegd. Hè? En dan zegt ze, niets tegen buitenlanders of asielzoekers te hebben. En ze benadrukt het nog, als dit blanke mannen waren geweest. Wat een fuck, wat een racistische opmerking. Als dit blanke mannen waren geweest, ging ik ook naar de politie. Nee, haar maakt het niet uit. Als ik verkracht word, ga ik naar de politie. En de huidskleur maakt me niet uit. Wat onzin. De jonge vrouw wil anoniem blijven. Oh ja, joh. Ja, hier. Ten eerste is ze niet aangevallen. Hm? Ten eerste is ze niet aangevallen.
Ja, wel een beetje. Ja. Het tweede is er niet aangevallen door anders gekleurde mannen. Nee, maar... En die komen ook niet uit het vluchtelingencentrum. Ah. En want het vluchtelingencentrum staat al lang leeg. Ah. Dus wat is dat voor gelul? Absoluut, het is echt heel erg gelul. Had ik ook aangifte gedaan. Ik ben niet racistisch. Ik ben niet racistisch, maar als het blanke mannen waren geweest... Had ik ze ook aangegeven. Maar nu het gaat om vluchtelingen... Maar het waar, als het waar is, Mark, ik weet niet of het echt gebeurd is. Ik ga die burgemeester Kuin... Ja. Oké, ik lees nog een stukje voor. Maar, dit is een letterlijke... Het is wel de bedoeling dat we het leuk zouden houden, deze uitzending. Ja, nee, ik probeer het toch. En, ik ook. Maar... Dan moet je niet met zulke onderwerpen komen. Nee, dat staat fucking op het internet. Maar, er is wel een melding van gedaan. Het is heel ongemakkelijk geweest voor het meisje. En dat meldt Ron Rijns van de politie. En hij doet er niks aan. Natuurlijk is het ongemakkelijk voor het meisje. Ja, lijkt me wel. Maar er zijn geen strafbare feiten gepleegd, staat hier. De politie heeft nog geen aangifte opgenomen, omdat er SEC geen strafbare feiten zijn gepleegd. Dus dat meisje was dus eigenlijk gewoon... Ze zat op de pony en ze werd belaagd door 7 kleurlingen. En de pony die heeft er gewoon... Precies, die kleurlingen zeiden tegen haar in het Engels, stop, stop, stop. In het Engels? In het Engels, stop, stop, stop. Oh, in het Nederlands is dat? Denk toevallig hetzelfde, stop, stop, stop. Die kleurlingen die zeiden tegen haar, jouw kutje geurt zo lekker, we ruiken het van afstand en we gaan je pakken. Tenminste, dat dacht dat meisje. Nee, maar kijk. Ik heb het nog wel eens meegemaakt. Dan zat ik gewoon op de fiets in het gewone huis. En dan waren meisjes ineens bang voor mij. Oh? Omdat ik achter ze aan zou fietsen. Ja, ze zijn allemaal bang om kinderen te krijgen. Ik ging niet mee, want ik fietste gewoon naar huis. Maar zij hadden zoiets van, maar dat is een enge gozer en die zit achter me aan en... Maar in ieder geval, zij had, dat meisje, is haar letterlijk getuigenis, mijn pony stijgerde en heeft één van hem nog een flinke trap verkocht. Oké, hebben ze iemand gevonden die een klap voor zijn kop heeft gekregen van een pony? Nee, natuurlijk niet, hè? We hebben het over de politie. En de politie die zit al lekker op het bureau en parkeerboetes, dat vinden ze leuk, dat vinden ze geinig en ook snelheidsovertredingen en als je zoals Wim Bulzink, onze vrienden, en dan hou je een verjaardagsfeest en de buren hebben er last van, ja dan komen ze langs, maar niet voor een meisje wat op een pony, dan ben jij gek. Precies. Komt dat? Omdat je op het platteland ook veel minder politie nodig hebt. Mm-hmm. Omdat er veel minder criminele dingen gebeuren. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat...
Ik begrijp wat je bedoelt. Als er niks gebeurt en ik rijd gewoon dezelfde weg als een vrouw. Ja. Gewoon omdat ik vlakbij de woon. Ja. Ik rijd gewoon dezelfde weg. Ja. Ik rijd continu achter haar aan. Ja, maar je bent wel met me eens. Elke dag, hè, elke dag. En kijk. Het punt is, Marco, jij hebt lang haar. Paranoia, wordt zij dus paranoia. En die zegt van, die gast rijdt elke dag achter me aan, hij wil me verkrachten. Ja. Kijk, het punt is, je lost het zelf maar lekker op. Jij hebt ook lang haar en jij kan ook achtervolgd worden vanuit Café de Wacht op weg naar jouw huis. Nummer 37 of zo. Ja. En als jij belaagd wordt, dan los je dat zelf maar op, klootzak. Tuurlijk. Ja. Wat ik zeg, het zal niet de eerste keer zijn dat dat gebeurd is. Ja. En dan geef ik of klappen terug, of ik geef repliek. Sorry, ze raken me niet aan. En dan die man, hè, die Kuin, dat is die burgemeester, die heet dus Jaap Kuin, even terug. Ja, Jaap Kuin heet hij, ja. Hele fijne vent, hè. En die Jaap Kuin, die heeft dan gezegd, even kijken hoor. Ja, we hebben daarop een waarschuwingsbrief vanuit de scholen gestuurd naar de ouders. Wat een fijne burgemeester, vind je niet? Dat hij een waarschuwingsbrief stuurt aan de ouders. Ja. Als burgemeester. Ja. Maar wel vanuit de scholen, hè? Ja, maar natuurlijk. En dan naar de ouders. Ja, maar natuurlijk is het zo dat je naar de ouders en naar de kinderen. Dat iets zegt van. Oh. Eigenlijk is er niks aan de hand. Weet je wat? Omdat er iemand aan de bel getrokken heeft. Ja. Die kun je niet zeggen. Die Kuin is gewoon iemand die makkelijker zijn geld verdient dan ik. Jaap Kuin. Ja, maar die burgemeester is ook iemand die veel makkelijker zijn geld verdient dan jij. Ja. En hij hoeft eigenlijk alleen. Ik vind het mooi, ik wil ook ambtenaar worden. Want, en dan ga ik gewoon. Ook van die bullcrap. Ga ik gewoon. We hebben daarop een waarschuwingsbrief vanuit de scholen gestuurd naar de ouders. Nee, en Jaap Kuin is niet bereid om die kerels aan te pakken. Dat waren er 7, man. Dat waren 7 kleurlingen. En schakel ze uit. Gewoon uitschakelen, Marco. Nee, alle problemen zijn opgelost als wij die waarschuwingsbrief schrijven. Ja. Natuurlijk is daar niet alles mee opgelost. Ja. Natuurlijk is het zo. Maar goed, burgemeester Kuin. Je moet natuurlijk altijd kijken of. Ja, neem maar Jaap Kuin. Is echt geweldig. Harry, laat mij even uitpraten. Ja. Natuurlijk is het zo dat als dat meisje een signaal geeft, dat je dat serieus moet nemen. Toch? Gaan we door. Dus. Maar. Dat wil niet zeggen dat er werkelijk iets gebeurd is. En zeker in het platteland. Toch? Ja. Ja, oeh, ik zie een blad dat is bruin. Dat kan niet, want alle bladen zijn groen. Dus het bruin is. Ik snap het wel. Dus dat is zo moeilijk. Huh? Waar ik me aan erger in dit bericht is de gezeik van die burgemeester. Het grootste probleem is dat in die gemeente waar het gebeurd is, helemaal geen buitenlanders mogen. Alleen maar Nederlanders. En dat is een bullcrap. Dus als iemand eruit ziet. Nee, ik ben het niet met je eens. Je moet verkrachters gewoon killen. En een .22 of een 9mm is genoeg. En één verkrachter, één. Mag ik even uitpraten? Één verkrachter, één. Alleen maar op indicatie van één persoon die zegt van hij heeft mij. Ja, precies.
Je loopt als wijfje. Loop je gewoon door een bos weg. Er komt een of andere kerel uit de bosjes. En het is gewoon poef, 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 poef. Het is heel handig hoor. Een gun. En niet gaan discussiëren met verkrachters. Niet in gesprek gaan met mensen die denken dat ze, bijvoorbeeld mijn dochter, hè, even mogen pakken, want ze zit op de fiets of op een pony. Dat soort mensen doodmaken. Onmiddellijk. En het snelste gaat dat met een pistool. Want als je een geweer bij je hebt, dat is heel... Je hebt dat Israëlische geweer, de Uzi, maar dat knettert alle kanten op. Het beste is gewoon een Walther P22 of gewoon, en schiet ze dat. Hey, weet je... Kom op, hoe ga jij die mannen repareren, man? Hoe ga jij... Nee. Zijn dus de wapen. Wat? Dat ik het niet mee eens zijn. Wat? Met dat Donald Trumpisme wat jij nu predikt. Jezus. Ja, nee, want nog meer mensen moeten gewoon guns krijgen. Want guns maken geen mensen dood, het zijn mensen... Nee, ik heb het erover dat vrouwen guns moeten krijgen. Dus is er een wapenverbod? Er komt gewoon een wapen. We gaan het wapenverbod gaan we gewoon herstellen, repareren. Ja? En mannen in principe niet. En vrouwen in principe wel. Ja, ja, maar allebei onder strikte voorwaarden. Niet misschieten. Nee, waar ik geen behoefte aan heb, Marco Robinson, professor. Waar ik geen behoefte aan heb, is dat iemand gaat mikken op iemand en die schiet een ander dood. Dat heet collaterale schade. Bijkomende schade. Waar het werkelijk op neerkomt, is dat nog mannen, nog vrouwen wapens moeten bezitten. Want mensen die wapens bezitten, maken andere mensen dood. Ja. En dat is volgens jou niet dodelijk. Je moet iedereen laten leven. Ook die 7 kerels die dat meisje hebben gepakt. Die moet je gewoon laten leven. Daar moet je gewoon mee praten. En zeggen van, ja, jullie zijn immigranten. Je hebt het moeilijk hier in Nederland. En je wil graag neuken met die blanke wijfjes. Maar dat mag niet zo. En ik ga jullie een opvoeding kussen. Ja, echt, dat doe jij niet, jongen. Nee, ik heb daar... Die lui gaan er gewoon mee door. Nee, maar ik heb er andere plannen voor. Oké. Okay. Daar heb ik geen wapens voor nodig. Oké, hoe ga je het dan doen? Als jullie deze manier van leven willen en op deze manier te werk gaan en wat hier doen op ons terrein, dan staat jullie wel wat te wachten. Dat lijkt me wel, ja. Niet dat wij je zullen ophangen of... Nee, 4 delen hooguit. Ik heb er wel betere methodes om jullie te laten leiden. Ja. Want je blijft met je poten van kinderen en wijven af. Tenzij je een plan hebt, dan mag het wel. Maar ik bedoel, een heleboel vrouwen denken dat als ze verkracht worden door een Arabier, dat het geen verkrachting is. Maar als ze geneukt worden door een blanke man, dat het wel verkrachting is. Ja. Ook al hebben ze toegestemd. Ja. Dus, dat is allemaal bullshit. Ja. Bullcrap, ja. Je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus, wat hebben we er aan? Aan mij heb je in principe niks. Heb ik? Oké, Daarom vertrouw ik enigszins ook wel een beetje op. Toch? Ja, en nu weer een letterlijke quote. Ik laat, dit is dan, dit is een quote van ouders. En die bestaat ook helemaal niet, want het bestaat niet als ouders. Maar ouders hebben dan een letterlijke quote. Ik laat, nu ik dit nieuwe verhaal ook heb gehoord, mijn kind niet meer alleen naar school fietsen. Geef je kind gewoon een Walther P22 mee. Of een Glock. Dan zeg ik, kindje, het is een beetje onveilig momenteel. Heel veel kleurlingen die gaan jou pakken.
vanwege de culturele samenleving. En als er eentje op je afkomt en je vindt het niet leuk, dan schiet je hem maar dood. En niet komen zeiken achteraf, ik ben toch gepakt door een kleurling en ik was mijn gun vergeten. Maar je lijkt wel een... Ja, Donald Trump, een racist, ja. Je lijkt wel een Amerikaanse republikein. Ik zou zeggen, ik ga voor... En het was, deze quotatie was van een geschrokken moeder. Ken je dat begrip, een geschrokken moeder? Weet je dan gelijk wie een geschrokken moeder is? Oh ja. Maar moet je dan je kind meteen een wapen meegeven? Ik zou het wel zeggen, ja. Een wapen? Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Je moet ze vroeg maar mee beginnen. Claudia Reldjes. Die ken jij. Huh? Op zijn Nederlands heet ze Claudia Relschopper. Zij kreeg gunles van schieten met een pistool of een geweer of whatever, toen ze 8 jaar oud was. Hm. Niet dat die Serben alles gewonnen hebben, maar... Dat heeft niks met verkrachtingszaken te maken, dat heeft alles te maken. Het helpt wel. Hey. Kijk, als een man jou wil verkrachten, je hebt een Wolter Peter 2 bij je, dan verkracht hij jou niet meer. Ik praat er geen fraas of zo. Kom, we gaan er even vrolijk afsluiten. Ja. Lijkt me een goed idee. Ja. Laat we boos worden. Ja, precies, ja. Want we gaan het vrolijk houden. Dit was de meest vrolijke uitzending die wij ooit gedaan hebben, Marco. Absoluut. En nu weer burgemeester Jaap Kuin. Kent de signalen van onrust naar aanleiding van de belaging. Ook dat veel inwoners naar het asielzoekerscentrum in Pekela wijzen. Ook dat. Oké. Okay. Burgemeester Jaap Kuin. Die kent de signalen van onrust. Naar aanleiding van de belaging. En dat veel bewoners. Deze woord naar een vluchtelingenkamp. Ja. Zegt eigenlijk al heel genoeg. Ja. Als we het dan hebben over. Ja, ja, ja. Nee, maar als we het dan hebben over verkrachtingszaken. Wordt heel snel gewezen. Ja, ja, ja. Maar... Ik heb het ook meegemaakt. Ik ging in Wageningen studeren, ik was 18. Een boer is die zijn lul niet in zijn broek kan houden. Ja. En die is degene die de verkrachter is en de moordenaar is. Ja. Oké, okay, maar die burgemeester, hè? Ja, maar aan de andere kant weet ik ook. En die burgemeester, die mag je uitbenen van mij. Ja, die burgemeester, hè, van Pekela, die heeft dus letterlijk gezegd. Ik wil het zeker niet wegstoppen, maar het is een incident. Dat is wel kwalijk. Ja, lijkt me wel. En dan gaat het nog verder. En we kunnen nog niet zeggen, dubbele punt, die mannen zijn het. Maar of het nou om asielzoekers gaat of niet, het is sowieso onacceptabel dat vrouwen worden lastiggevallen. Ja, absoluut. Maar de vraag is dus, waren het asielzoekers of waren het gewoon mensen uit de omgeving? Nee, als het een vrouw was die reed op een pony en die zei, ik reed op een pony en ik werd verkracht, is toch eigen fucking kutschuld. Nee, dat is bullshit. Ja, dat vind ik dan. Weet je wel. Maar we zijn toch botsende ego's, hè? Ja, dit gaat helemaal... Kijk, dit hele bericht, dat gaat nergens over. Nee, het gaat nergens over. Want mag die vrouw dan niet op die pony gaan rijden? Tuurlijk wel. Mag die vrouw die man op 1 meter, op armlengte afstand houden? Ja. Ja, ja. Nee. Het gaat toch ook gewoon... Als jij en ik in de samenleving kunnen rondlopen... Zonder dat ze seksueel lastiggevallen worden. Ook een mooie, quote uit, ook een mooie. Uiteindelijk om. Ook een mooie van die Jaap Kuin, hè? Dat is de burgemeester van Oude Pekela. Vorige maand werden kinderen aangesproken door een nog onbekende man.
Dit is een letterlijke quotatie van Jaap Kuin. Hij weet ervan. Hij weet dat die eikels er lopen. En hij doet er helemaal fucking niks aan. Hij laat gewoon die kinderen verkrachten. Dat vindt hij geil. Nee, maar kijk, toen ik 4 oud was, werd ik ook al geattendeerd dat er bepaalde mensen waren. Dat waren, die heten dan kinderlokkers. Uh-huh. Die kwamen dan langs en die hadden dan snoepjes bij zich. Uh-huh. En die lokte je mee. Uh-huh. Als je daar intropte, dan was je de lul. Was je echt een lul, hoor. Nee, maar dat was toen ook al een feit. Ja. Erg. Het feit dat mensen bang zijn. Maar wat is die energie? Maar nu eventjes, even. Ik kan de opname nu stoppen, hè? Dan gaan we even privé door. Hè? Wat is de waarde van pederasterie? Huh? Ga verder. Kinderen neuken. Wat is de waarde van het neuken, verneuken van kinderen? Daar is op zich geen meerwaarde aan. Praat door. Maar ja, als je al 100 jaar op hetzelfde land leeft, en ik kom eens een keer een lekker kind voorbij. Hier staat toevallig in het wijde land te ploegen of te maaien of wat dan ook. Uh-huh. En even, dat is een lekker ding. Ja. Die voorbij komt. Ja. Kan het zomaar gebeuren. Ik snap dat niet, hoor. Ik vind... Die kans is nee, maar die kans is groter dan dat iemand die uit een ver buitenland komt, daardoor continu vervolgd is en continu, ja, en die heeft misschien ook een seksuele frustratie, dat kan zomaar zijn. Hmm. Maar die boer op dat land heeft net zo goed een seksuele frustratie. Alleen, het is aan de ene kant heel makkelijk om die buitenlander de schuld te geven. Mm-hmm. Ja, precies, dat begrijp ik. Terwijl jij als Nederlander het gewoon gedaan hebt. Wat? Goed, dat is mooi. Ik heb het gedaan, maar de buitenlander kiest zo. Ik heb nooit kinderen genoemd, hoor, sorry. Ik ook niet. Maar dan, waar heb je het dan over? Waar ik het over heb, is... dat eigenlijk de vluchtelingen die die verkrachting hebben gedaan, of was het een boer van het eigen platteland die de verkrachting heeft gepleegd? Nee, ja, de kleurlingen die zijn echt seksueel opgevat. Ja, maar die Nederlandse boer is ook seksueel opgevat, of in ieder geval seksueel gefrustreerd. Dat zegt helemaal niks. Ja. En dat was een krantenbericht, hè, dat iets van 200 Nederlandse boeren, die zijn naar Keulen gegaan en die hebben gewoon in groepjes, hebben ze die vrouwen omsingeld en gingen ze aan de kontjes voelen en de tieten betasten. Dat is ook mooi, hè, dat ze... Dat waren die Nederlandse boeren, toch? Dat is dan ook mooi dat ze een huidskleur hebben verdekt. Door hazelnootolie op hun huid te smeren, waardoor ze... dat kan ook, ja. Die Nederlandse boeren hebben zich voorgedaan als kleurlingen. Dat zijn Noord-Afrikanen. Ja. Oké, dat snap ik. En het antwoord blijft, als jij zo dom bent, als wijfje, met een lekker kontje en goede tietjes, mogen we maar hopen, hè. En jij gaat naar Keulen en er zitten allemaal mokro's en jij wordt lastiggevallen en je bent vergeten om die mokro's te doden en ben jij schuldig. Bullshit. Ja, dat vind ik goed dat ik dat zeg. Dat is bullshit. Kijk, als jij als vrouw naar Keulen gaat,
dan denk je van, en vooral op oud en nieuw. Hey, weet je wat? Ik ga er gewoon feest vieren. En we hebben vuurwerk en. En, dan moet je ineens door een groep boeren uit de Achterhoek lastiggevallen. Oh, waarom zeg ik nu even boeren uit de Achterhoek? In plaats van Marokkanen. Hetzelfde geoude hoer. Alleen als het boeren uit de Achterhoek zijn. Wow. Die worden vervolgd. Maar als het vluchtelingen zijn. Ah ja, die jongens weten niet beter. Sorry, daar kunnen ze niks van. Ja, precies, ja. En het punt. Nee, maar dat is het allerkwalijkste wat er is. Ja, maar het punt blijft. Dat daar moeten we de volgende keer over gaan hebben. We hebben twee. Ieder ook nieuwe vervolgd moet worden. Ja. Kijk, we hebben nog dat ding open liggen van de evolutie, maar ook van het feminisme, wat mij betreft. Hè? En feminisme moet je niet aan doen. Je moet die vrouwen gewoon aan hun lot overlaten. En ze hebben toegang tot wapens, ze kunnen messen meenemen, pepperspray. Perry, mag ik even? Ja, maar dat is slecht. Hoezo? Nou, wijven moeten opstaan voor zichzelf. Wijven moeten opstaan voor zichzelf. Ze kunnen toch kinderen baren? Dat kan jij niet, Marco, professor. Maar ik ben ook geen feminist. Hé, hey. Nogal wie dus. Hé, hey. Maar ik vind gewoon dat feminisme is gewoon een vrouwendingetje. Moet je ze gewoon gunnen? Vind ik goed, vind ik goed. Ik vind het best. We geven feministen alle ruimte. Maar niet meer komen zeiken over verkrachtingen. Want ik ben gepakt door een neger. Ik wil de gezeik niet meer horen, Marco. Hé, hey, maar zij willen toch gepakt worden door negers? Ik denk het wel, ja. En daarom bedoel ik dus ook, feminisme is een vrouwendingetje. Dat is gewoon lekker dingen zullen. Ja. Ik gun ze dat. Ja, als jij je door een neger wil laten pakken, dan ga je gang. Ja. Ja. Hè, we eindigen op hetzelfde frequentieterrein. Dan krijgen we nogal wat over te horen van de feministen. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop echt dat er ontzettend veel vrouwen zijn die ontzettend kwaad worden op ons. Ik denk dat ze heel kwaad op ons worden. Nou, hoe kwaader, hoe beter. Oké, ik ga nu afsluiten. En jij blijft even hangen. Dan praten we even na, ja? Dan ga ik nu tegen de kijkraars. Ik ga even blijven hangen. Ja, je moet even blijven hangen, ja. Ik ga zo meteen... Nee, blijf even hangen. Luisteraars, het gesprek is voorbij. De show notes zijn op. En tegen jullie zeg ik tjus.